Oké, okay, dames en heren, ga voor de 300. Ik weet niet hoe ik het mijn mond in krijg, maar het gaat lukken. 3, 2, 1. Ah! Hey, kijk van Lillepees en welkom terug bij deze gloednieuwe video. Vandaag gaan we iets heel grappigs doen. Ik ga namelijk strijden voor het wereldrecord. Nog iets. Er bestaan zo ontiegelijk veel wereldrecords. De ene kan een vrachtwagen tillen en de ander kan een... wat is nog meer? Ding. In ieder geval, wij gaan vandaag 3 wereldrecords proberen te verbreken. Die misschien wel te verbreken zijn. En ik denk dat we dit gewoon moeten doen. Dit kan ik. Jij gaat dit verbreken. Ik ga dit verbreken. Niet eens 1, ik ga ze alle 3 verbreken. Dus, zijn we er allemaal klaar voor? Smash je vast het blauwe duim omhoog. Abonneer hieronder. En laten we vast richting binnenlopen, want de eerste wereldrecord gaan we wel binnen uitvoeren. Ik stond lekker buiten, want ik dacht dat het zonnetje schijnt, maar het is eigenlijk best wel koud. Depressief Nederland. Maar maakt niet uit. Eerste wereldrecord dat we gaan proberen te verbreken is de meeste sokken dragen aan 1 voet. Kijk, ik heb mijn slippertjes zo aan. Wat denken jullie dat het record is? Jullie hebben 3 seconden de tijd om het mij te vertellen. En jullie hadden het allemaal fout. Het waren er namelijk 184. Klinkt toch niet zoveel? Oké, ik heb even een tasje gepakt. Ik stop mijn tasje gewoon lekker even vol. Maar gaan we toch ook aan beginnen? Oké. Ik heb voor nu denk ik wel genoeg sokken. Als we dit allemaal om 1 voet krijgen, dan ben ik eigenlijk al trots op mezelf. Nou, let's go. We beginnen sowieso met de eerste sokken. En die doe ik gewoon even aan beide voeten, want ik heb het een beetje koud. Oké, maar dit is dus al nummer 1. En we hebben er nog 184 te gaan om dit record te verbreken. Dit is 2, 3, 4. Eigenlijk is dat mijn sok. Deze past ik niet. Die ga ik niet om. Deze gaat echt scheuren. 5, 6. Ik kan mijn tenen bijna niet bewegen. Dit gaat heel makkelijk, dit niet. 7, 8, 9. En dit is 10. Wow. Dat kan toch nooit? Lopen er zo? Lijkt gewoon alsof mijn voet in het gips is ofzo. Er zit geen vorm meer in. Nee, ik kan mijn tenen ook echt niet meer bewegen. En pas bij 17, de sokken passen al niet meer. Ik moet nu naar de grote sokken gaan. Kijk, mijn hele duim wordt helemaal rood. Zie je dat? Moet ik de hele tijd zo langs die sokken schuur. Oh, het voelt zo naar. Hoe kan dit ooit? Gaat het dus oplopen? 18. Hé, maar even serieus. Zij heeft een keer geen schoenen of zo. Er gebeurt iets. Ik denk dat dit ideaal werkt als schoen. Kijk, ik spring gewoon op steen. Ik voel niks. Wat is echt ideale schoenen? Het is gewoon echt top. Je zou oprecht gewoon zo naar buiten kunnen. Ik heb wel wat uitgevonden. Het loopt gewoon nog lekker ook. Geef je op? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Oh, ook gewoon echt een handschoen. Nou. Hey, misschien is dit nu een wereldrecord. Het zijn namelijk 18 sokken en een handschoen. Ik kan ze niet meer over mijn hak doen. Ik denk dat het over de punt moet. Ik weet niet of dat telt, maar ja, ik draag toch alsnog de sok. 2 hours later. Oh, ik krijg kramp in mijn voet nu. Oh, ik ben echt strak. Oh, nu krijg ik gewoon pijn. Oké, maar zoals je ziet, mijn voet is ineens... Oh, mijn elleboog nog. Oh, het gaat helemaal fout. We zitten nu volgens mij op 35. Maar nu begint het echt pijn te doen. En die sokken krijg ik gewoon echt niet meer omheen. Kijk, en hoeveel was het wereldrecord? 184. Ja, valt mee toch? Dat zou dan zomaar redden. Wacht, dat is dus dit en dan nog keer heel veel. Ik ga het uitdoen, het spijt me. Dit gaat er niet worden. Ik krijg mijn hele voet knelt af. Dames en heren, als ik hem afdoe, is de eerste wereldrecord mislukt. Oh, ik krijg het niet af. Het is veel strak. Zo. Hey, maar het is wel netjes bij elkaar. Gelukkig hebben we nog 2 andere wereldrecords om te verbreken. De tweede die we gaan doen is het wereldrecord van de meeste rietjes in je mond. En die staat op 400 rietjes. Die is in 2009 gehaald. En die heeft voor 10 seconden lang 400 rietjes in zijn mond gehad. Dat is toch wel haalbaar? Ja, dat kan ik wel. Nee. Oké, maar voordat we dat wereldrecord gaan verbreken, gaan we eerst nog heel eventjes naar boven. Want ik heb een heel leuk pakketje gekregen die we gaan uitpakken. En dat is deze, de Black Friday Edition Mystery Box van Xiaomi. En ze hebben hier ook een leuke woordgrap gemaakt. Xiaomi Mystery Box, snap je? Ja. En hier zitten dus een aantal producten in. Ik heb geen idee wat erin zit. Ik weet alleen dat ik het ga uitpakken. Dat vandaag Black Friday is. En dat ik Mystery Boxen leuk vind. Ah. Allereerste dat in de doos zit. Een zak. Doe maar weg. Oh. Het eerste is een Mi Compact Bluetooth speaker. Oh, die ziet er nice uit. Zo'n klein speakertje. Komt ie. Oh. Vaccin. Oh. Vaccin. Ah. Oké. Het ding doet het goed. Ik had het niet verwacht voor zo'n klein ding. Ik ben echt onder de indruk. Dan gaan we door. Zak 2. Ah! Een smartwatch. Multisport modus, tracking, magnetic charging, colorful screen, waterresistant, 50 meter. Noem maar op. Ik ga het nu gewoon uitproberen. Tadada. Hey, zie je gelijk die sensor? Volgens mij voor je hartslag en zo. Kijk, zo. En die klik je denk ik gewoon zo weer op.
Oh, hoppa. Nu kunnen we gewoon laden. Als we erop drukken, zien wij uiteraard de tijd. En we kunnen workout, het weer. Nou, hoe warm is het nu? 8 graden. En zo hebben we van alles. Voel dat we een beetje op de bodem komen. Misschien nog 1 of 2 dingen. Ah! Dit moest gewoon komen. Dit is, dames en heren, de Mi 10 of de Mi 10. Boy, yo, allereerst deze doos 5G. Zie je dat? Een soort van holographic. Oh my god, ik word hyper en hyper. Oké, allereerst, dit is de telefoon. Hieronder hebben we lader, kabel, alles erop en eraan. 5G connection en performance. 108 megapixel quad camera met 8K video. 8K video. Op YouTube zie je soms video's van 4K. Dit kan 8K. Oh my god, kijk die 4 camera's. Dit ziet er lijp uit. 90 hertz scherm. Kijk hoe nice de telefoon is. Nou, dit is wel mooier. En die camera's zien ook heel tof uit. Oké, ik ga hem aanzetten. Ik ben heel benieuwd naar het scherm. We zitten zelfs een screen protector op. Ja, ja. 5G, kijk. Dit is niet normaal. Ja, ja, jongens. Dit is hem. Kijk eens. Hoppa. Uiteraard reageert hij snel. Super mooi scherm. Kijk, dit is al gelijk de fotostand. Weet je wat, jongens? Er komen nu een paar foto's in beeld die ik met deze telefoon niet gemaakt heb. En dan gaan we nu naar een stukje kijken dat ik met deze telefoon film. Dit is 8K kwaliteit. Zo, kijk die druppels. Niet normaal. Kijk. Ik dan. Nee, hou op met mij. Ik wil Xiaomi heel erg bedanken voor de Mi 10, de Mi Band 5 en uiteraard de speaker, de Mi Compact 2 uit deze Black Friday Mystery Box. Je wil al meer informatie over Xiaomi en alle gadgets dat ze hebben. Check dan het linkje in de beschrijving, daar laat ik het achter. En dan gaan we nu verder met het verbreken van onze wereldrecords. Misschien heeft dit ons wat motivatie gegeven. Oké. Deze keer heb ik even een jas aangetrokken, want het is niet te doen. Want we moeten iets in huis gaan halen dat ik niet in huis heb. Ik heb het wel in huis, maar niet zoveel voor dit wereldrecord. En wat we gaan verbreken is namelijk de meeste rietjes in je mond. Klinkt alsof het makkelijk haalbaar maar is. Maar hoeveel rietjes zijn het? Dat mogen jullie niet achterlaten. 3 seconden de tijd om het te commenten. En jullie hadden het misschien nu wel goed. Ik weet het niet. Maar in ieder geval 400 rietjes voor 10 seconden lang. Dit is dus ongeveer hoe ik er straks dan uit ga zien. Dus ik heb wel een aantal rietjes thuis. Misschien 10, 20. Maar dan gaan we niet meer winnen. Dus we gaan instappen. Dan gaan we naar de rietjeswinkel. Oh my god, hier hebben ze alleen maar papieren rietjes. Oh. Yeah, dan moeten we even doorzoeken in een andere winkel. Want ik denk niet dat het record gehaald is met papieren rietjes. En ook in de volgende winkel die ik bezocht hadden papieren rietjes. Die daarna ook papier, weer papier, weer papier, weer papier. Ik ben echt 6 winkels in geweest. En ik heb uiteindelijk maar papieren rietjes meegenomen. Want ik kon niks anders vinden. Maar toen ging Tessa ook naar een winkel. En zij vond wel plastic rietjes. Ja, ik heb echt mijn tijd verspild voor niks. Maar het is gelukt. We hebben meer dan 400 plastic rietjes. Toen ik dit allemaal in mijn mandje deed, want ik gooide het gewoon in, ik dacht, oh, dat lukt makkelijk. Maar als ik het nu zo zie, dit handje is al 100. En ja, toen gaan er 4 van dit in mijn mond passen. Zullen we even kijken of 100 überhaupt makkelijk gaat? Oké, 100. En we moeten er dan nog 301. Oké, maar dit is prima te doen. Gaan we eerst even naar 200. We gaan gewoon steeds even 100 erbij doen. Ik ben echt niet serieus, nee. 200. Oh, dit is al echt een heel groot verschil. Als dit mij lukt, wow, dan moet ik nog het dubbelen. Ja. Dit is goed. Oké. Oh, het pijn in je kaken. Want als je dit los had in je mond, dan trekt het je hele kaken uit elkaar of zo. Dit is de helft. Doe dit thuis niet na, dames en heren. Als ik zo klein maak, kan het wel. Maar als je dan loslaat in je mond, dan zet het uit. Daarom zeggen ze waarschijnlijk dat hij het voor 10 seconden deed. Want het komt heel veel druk op je kaken. Misschien is hij wel uitgescheurd in zijn mondhoeken. Oké, het ging. En het zat nog best wel prima. We gaan naar 300. Ik vind dat het gelukt is. 200 is gelukt. En we gaan nu naar 300 toe. Nee, joh, dit kan echt niet. Het kan nooit. Oké, dames en heren, ga voor de 300. Ik weet niet hoe ik het mijn mond tegen krijg, maar het gaat lukken. 3, 2, 1. Je staat niet. Je bent nog niet in de helft. Ik ga helemaal pijn doen aan de binnenkant van mijn lip. De snijden, dat plastic ging er weer snijden. Ik denk niet dat het gaat lukken, helaas. Ik had er best wel veel vertrouwen in, maar toch niet meer. En toch wel een moeilijke wereldrecord. Ik dacht, het verbreken zo. Nou, dat is wel moeilijk. Dit is denk ik ongeveer 250. Kijk of dit wel lukt. Dat is zoveel moeilijker dan ik dacht. En naast moeilijk doet het ook nog pijn. Al dat plastic gaat in je hemel te snijden, in je lippen, weet ik veel allemaal. Ik vond 200 wel heel knap, de helft. Ja? En past dat ook wel in jouw mond zo? Nee. Doe je mond open? Nee. Helaas, het is weer
niet gelukt. Maar we hebben nog één kans om een wereldrecord te verbreken. En dat gaan we dus zeker doen. En dat is namelijk het wereldrecord meeste t-shirts aantrekken. En dat record staat op 261 t-shirts. Laten we het gewoon proberen. Oké, dames en heren. Ik heb hier op de grond een aantal shirts alvast klaargelegd. Het zijn helaas nog geen 260. We gaan hier gewoon maar beginnen. Ik heb al één shirt aan. Het is al gelijk pling, één shirt. En dan gaan we gelijk door naar het tweede shirt. Oh, dit wordt ook nog wat. Nummer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, nou, je lijkt zo'n rugbyspeler. Dit zijn pas 10 shirts en we hebben er nog 251 te gaan om het record te verbreken. 2 hours later. Nee. Oh my god. Kijk hoe ik er ineens uitzie. Ik heb de camera op een statief gezet, dus ik heb in timelapse alles aangetrokken. Ben ik de camera vergeten aan te zetten? Maar oké, we zitten op 20 t-shirts. 20 pas en ik heb nu je hulp nodig. Ik vraag aan Tessa, kan je kijken of ik een beetje goed in beeld sta? Zet de camera uit. Ja, kan je me alsnog helpen? Oh. Oh, dit is strak. Ik kan mijn armen niet eens meer langs mijn lichaam hangen. Oké, we gaan verder. Dames en heren. Ik heb aan de ene kant goed nieuws en aan de andere kant slecht nieuws. Het goede nieuws is dat het tot nu toe best wel goed gaat. En het slechte nieuws, maar op zich ook wel goede, is dat al mijn shirts op zijn die ik net gepakt heb. Hoeveel zitten we? 24? 25? Maar ja, als ik bedenk dat het 261 moeten worden. Ja. Ben ik niet zo ver straat, zie ik dan niet gespierd uit. Nee, je lijkt alsof je klassie mode bent. Dus je lijkt het alweer. Een aangeboren rugafwijking. Oké, ik wil het in de spiegel zien. Zo, hey, oh my god. Maar ik denk dat we nog even verder kunnen gaan. Ik heb mijn laatste shirts uit de kast gepakt. Ja, ik heb nog een paar shirts dan. Maar als ik die aandoen, dan gaan ze echt helemaal uitgeleverd worden. En dan zijn mijn lievelingsshirts zeker kapot. En die zijn ook nog een beetje strak. Dus dat gaat niet helemaal werken nu. Maar deze zijn nog een beetje wijd. Help, ik kom er niet meer overheen. Oh, ik kan deze er niet op. Het is klaar. Nee, het is nog niet klaar. Oké, ik denk ik wel klaar. Ah. Het valt op zich nog wel mee bij een knoopje. Dat knoopje zit in ieder geval goed vast. Ik denk dat we een beetje op het toppunt zijn. Ik had er niet verwacht dat we zo ver zouden komen. Maar al mijn shirts zijn ongeveer dezelfde maat. Dus uiteindelijk houdt het op en gaat dingen dus scheuren. Maar het gaat best wel goed. Alleen we lopen nu gewoon vast dat de shirts gewoon te klein worden. We zitten gewoon echt ver. Zullen we nog eentje doen voor de afsluiting? Deze is namelijk nog wel een beetje wijd. En dan is dit het laatste t-shirt. Zo. Ik had niet verwacht dat we zo ver zouden komen. Ik dacht juist dat deze... Nou, eigenlijk zijn we nog helemaal niet ver. Want we zijn nu nog niet eens tegen de 30 aan volgens mij. En we moeten naar de 261. Dat kunnen we alleen halen als we een groot partij shirt gaan kopen met mega XXL maten. In ieder geval nu even met wat ik in huis heb, gaan we niet redden. Tess hebben heel veel geld uitgegeven aan heel veel shirts en heel veel maten. Maar als jullie het heel graag willen, laat het me weten. Want misschien kunnen we hem wel echt gaan verbreken. Want ik heb hier vertrouwen in. Denk, is het niet iets dat je mond goed open moet kunnen? Of echt met die sokken net hetzelfde verhaal. In ieder geval, we hebben het weer niet gehaald. Heb jij nog leuke opdrachten die ik moet gaan uitvoeren? Laat het me achter in de comments hier beneden. Dan ga ik proberen al deze shirts uit te trekken. Daar ben ik waarschijnlijk nog wel eventjes mee bezig. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Smash de blauwe duim omhoog als je het nog niet hebt gedaan. Abonneer je om als je dat ook nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie maandag weer bij een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace.